Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. In deze aflevering gaan we weer wat sterretjes verzamelen. We beginnen nu! Ja. Dan weet je dat. Ik ga de Ghostly Galaxy weer in, want in die Ghostly Galaxy gaan wij zo'n sterretje halen. En waarschijnlijk is het die ene waar we de vorige keer over hadden, met die zwarte Boeings. Beware of the Bouldergeist. Oh ja, dit is een leuke bos. Sommige mensen vinden deze bos moeilijk, maar dat vind ik wel meevallen. Oh jee. Wat vind jij van deze bos? Ik zie niet welke bos, maar... De Bouldergeist. Dat is die ene met die zwarte boos. Dat je zo, dat, nou ja, daar kom je vanzelf wel een keer. Ik kom over een aflevering of vier. Nou, zo ver loop ik niet achter hoor. Weet ik. Ik maak een grappening, Sandering. Ik word echt moe van mezelf dat ik nu altijd Engels praat, omdat ik met jou ben. Ja, nou ja, je mag ook gewoon... Ik ben wel ook proberen een beetje aan mijn Nederlands op te klikken, dus niet te veel Engels in te praten, maar... Op de brum klikken? Nee? Fuck jou. Ik ben hier echt aan het gliffelen, je wil niet weten. Dus zeg je ook nog nee? Is die niet grappig? Bruh, luister dan, hoorde mij gliffelen. Nou, die was nergens te bekennen, jouw kniffeling. Nou, misschien omdat Discord hem niet oppakt. Dat zou kunnen. Maar ik heb het, ik denk als je... Wel horing. Horing? Ja. Oh, volgens mij is dit een secret. Geheime tunnel, geheime tunnel. Ja, dat is de dit is die met dat licht. Dit is die met dat licht, ding. Ja, in Mario Galaxy 2 heb je toch zo'n Yoshi die dan zo'n gele zo'n gele fruitje kan pakken. En dan heeft hij toch ook dat soort licht. Ja? Ja. Nou, niet dit soort licht. Dit licht is... Meer, het is er en het is er niet. Ja, maar dat is met die wat ik ben dood. Ja. Ik weet het zeker, Ring. Oh, nu moet ik niet dezelfde fout maken. Niet dezelfde fout maken, Sander. Sander, maak niet dezelfde fout, oké? Oké. Nee, dat is wel een goede tip, dankjewel. Jij bent echt zo'n leuking guy, Ring. Dat klopt, ja. Ga je nog Pixelmonnen vandaag, Ring? Nee. Nee? We zijn sowieso nu eerst dit aan het opnemen. Mm-hmm. Ga je daarnaast... vanavond doen? Nee, vanavond kan ik sowieso niet. Want dan heb ik, verjaardag ging, hè? Niet te snel, Sander. Dat werkt niet in dit level. Ja, dat... Daarom ging ik daar ook een pakje dood. Oh, je kunt gewoon save progress en quit. Als je dood bent. Dus het boeit niet eens. Als je dood gaat. Behalve dat je weer helemaal de titelscreen ingaat. Okay, ik dacht dat je wat anders wou zeggen. Dat je helemaal de titels krijgt, dacht ik. dat je ging zeggen. Dat was wel leuk geweest, maar... Ik ga die extra niet eens doen. Ik zag daar wat glinsteren. Ik denk, die moet ik pakken. Maar ja, die moest ik niet pakken. Nee, dat ging bij mij ook niet helemaal goed. Vandaar dat ik die al... Ja, jij bent niet dood gegaan. Jij moest niet helemaal de title screening in. Zo deed zo'n screening. Zo'n title screening. Dat klopt, ja. Ghostly Galaxy. Nou, vooruit dan maar weer. Goed. Nee, maar die secret is niet handig. Want die kost toch best wel veel tijd. Ik bedoel, die andere kun je wat sneller doen. Ja, zoals dus die bommen gooien. Wat gebeurde er? Karma, bitch! Lekker voor je. Oké, ik leef gewoon. Dit was heel raar. Het leven is raar. Dat klopt, ja. Jij hebt het ook een beetje raar, Sandering. Nou. Maar wel leuk raar. Zo'n cutie, dan vind ik het wel. Zou je de foutjes dat ook maar eens? Mm-hmm.
Toen was het ook heel awkward stil. Klopt, ja. Oké, wat moet ik hier doen? Oh. Nou. Kabooming! Dat moet ik vaker vragen, schijnbaar. Kabooming! Dit is echt een leuke bos. Ja? Dat zeg ik niet vaak over bossen, maar ik vind deze echt leuk. Waarom heb je een hekel aan bossen dan? Nou, ik heb niet hekel aan bossen, maar dat is niet per se het leukste uit de game, zeg maar. Nee. Maar deze bos vind ik erg leuk. Ik heb ook geen idee of ik de goede kant op ga. Oh, daar was een ding waar ik naartoe moet heen, denk ik. Oh, dat is gewoon een shortcut. Oké, nou, dat is ook goed. Een kleine kut. Oh nee. Dat zeg je toch niet, man. Sander, jij zegt hier shortcut, hè? Daar heb ik niks mee te maken. Oh. Okay. Of heb ik je er nu ingelijst? Ja, volgens mij wel. Okay. Ingelijst. Het lijkt ook zoveel op... Ingeluist, ja. Wacht, ben ik nu hier weer? Nee, dat meen je. Hé? Nou, nee, wat een scam dit. Dat meen je. Ga ik de verkeerde... Is dit dan wel de goede kant? Ah, nee, hier baal ik wel echt van. Dit heeft me ook zoveel tijd gekost. Hoezo moest ik daar niet in naartoe? Hè? Dit is de enige kant die ik op kan. Of moet ik tegen die boe praten? Ja. Tegen die boe met het hoedje op. Dat meen je. Ja. Oh, fuck. Ja, dan ben ik het allemaal weer voor niks aan het doen. Leuk, Sander. Nee. Ik ben helemaal klaar mee. Niet leuk, Ing. Sinking the airships. Kaboom. Ik dacht ook al, dat is de enige kant die ik op kan en dan ga ik weer terug. Maar ja, ik denk ja, ik zal iets gemist hebben, maar dat was schijnbaar niet. Oké. Nee. Kijk, oh, ik mis de flagpole, wat een bullshit. Wat een shit, een hele bullshit. Hier baal ik echt van. Dit is dan weer echt zonde. Hier kan ik echt boos om worden. Ja, maar alleen maar op jezelf. Ja. Maar meestal moet je ook niet tegen Boos praten, zeg maar. Dan ga je dood. Nee, maar hij staat, en ik hij had komt één en leven. In de cutscene. Oh ja, daar had ik niet naar gekeken. Naar die cutscene. Ah, fuck. Want het is een cutscene. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Nee. Kijk, hij is nog steeds eerste. Oké. Maar dat gaat verandering in komen. Niet als ik zo doe. Auw. Het leven is kut. Leven is een wervelstorm. Hier in Dukstad. Auto's, lasers, vliegmachines. Lasers, het is wat. Dappere helden. Staan je te velden in Dukstad. Na 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 na. Kom op, winnen. Alsjeblieft. Dat is wel wat ik heel graag wil. Alsjeblieft. Oh ja, yeah. Moet ik hier zijn? Ja, ik heb goal. Het is me gelukt. Woehoe. Hier in Dukstad. Nou, ik zie tenminste hier zo'n Bowser Jr. Ik gooi met schildjes op hem. Nou, je hebt nu wel weer 3 sterren in kunnen halen. Kabooming. Omdat ik 2 keer iets maar doe wat geen zin heeft. Ik
ingelopen dan? Is dat het goede woord? Jij kan alleen maar inlopen, want ik sta voor. Wat is dan? Uitgelopen. Uitgelopen, ja. Nee, ik hoef niet te zeven. Als hij doodgaat... Ik hoef niet te zeven, schat! Voor de... Oh, je vond het niet grappig. Waar is dat van, man? Ken je niet die ene internetgek is? Ik hoef niet te tanken, schat! Oh! Ja. Nee, dat had ik niet zo... Die link had ik niet zo gezegd. Gelegd. Nee, ook niet gezegd. Wel zo getijgerd? Nou. Doe niet lik tijger als je pussy bent, gat. Ja, dat kan ook nog, ja. Ik haat deze game. Oh, dat is... Nee. Na een paar afleveringen al, dat is wel snel. Nou, bij Mario 64 ging het snel hoor. Dat klopt, ja. Aflevering 1. Zoiets. Hier in Dukstad. Jongens, het is wat dappere helden. Sta je te velden in de stad. Sandering, die houdt heel veel van Dukstad. Boop. Oh, wacht. Ik weet niet hoe ik moet. Ja, deze is het. Deze is leuk. Dit is zo'n leukie. Dit vind ik wel zo'n leuk leveltje. Hè? Jij niet? Okay. Ik weet niet over welk level je het hebt, maar het zal wel. Nou, eentje met zwarte booings. Ja, die zei ik toch. Dat is met die poltergeist. Dat is een van de leuke bosses van de game. Oh. Ja, ik ben nog niet zo ver, maar... Ik bedoel meer dat je al die dingen zo kunt... kapot maken. Nou, dat vind ik wel leuk. Oh. 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 Wel jammer dat het dan toch allemaal wel weer fout gaat. Omdat ik niks kan, maar... Het gaat zo fout. F-O-U-T. Oh, volgens mij had ik die andere niet eens gehoeven. Volgens mij hoefde ik alleen deze om door te kunnen gaan. Ja, dat alleen die weer. Bij het open hart. Ja. Mijn geheugen dacht dat je ze allemaal moest. Dus. Pharaoh setting. Ja. Nee, volgens mij is het Pharaoh seat trouwens. Leuk. Ik ben ook leuk. Ha! Nee! Oh. Je bent heel leuk, Sandring. Jij bent zo'n leuk. Anders was ik ook niet in 90% van je ticking talking. Toch gaan we weer. Ik ga denk ik nu alleen nog maar TikToks uploaden waar je niet in die. Zodat het 1% wordt waar jij in zit. Dat moet je wel aardig veel doen. Sorry, ik vind het gewoon grappig, oké? Hammer. Kibiuming! Niet dat ik een Dusty Guarding Galaxying. Na deze aflevering ga ik even naar het toilet. Mag ik even verslaan? Dat was leaving van jou. Dat ben ik ook. Oh. Bunnies in the wild. Dit leveltje is ook nog best lang hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Die met die zwarte boes. Ja. Klopt. Het is aardig korter geweest om deze niet te doen, ja. Pak nou alleen even dat leventje en dan kunnen we het. Kut. Zo. Ik wist niet dat je niet op A mag drukken. Oh, je mag niet op A drukken. Ik ben Sandring en ik ben zo funny. Wist ik. Oeh. 30 Oeh. Bits. Ik denk, oh, je zult er wel... Ja, ik ga wel voor zo'n 30 bits. 6. Ja, ik denk je hebt er wel 50 nodig, omdat ik precies 49 had. Maar dat valt ook een keertje mee. Kijk, en dit is dus waarom je altijd pessimistisch moet zijn, want dan valt altijd alleen maar mee. Wauw, dat je dit mee wilt geven aan onze kijkers. Ik heb het teleurgesteld in Sandring. Ik
zei nog, dat is niet warring. Jij gaat meteen weer bozing doen. Oh, kut, deze vond ik echt heel kut. Toen ik deze deed met de ene Die Hard Galaxy, zeg maar. Ja. Toen vond ik deze echt kut. De derde. Als je één leven hebt, is deze voor mij heel moeilijk. Het is zo onlogisch, die knopcombinatie bij dit level. Ook leven nog. Ja. Maar het is wel onlogisch. Dus dan weet je dat zo. Als je bij Gusty Garden komt, het is heel onlogisch, die knopcombinatie. Dat is wel lief dat je dat zo zegt. Ondanks dat ik je tegenstander in ben. Kom op. Ja, dank je. Dat werkt. Dat werkt verrassend goed zelfs. Yo, nog zo'n... Het lijkt haast wel een boom, joh. Een boom van stenen. Zo'n pseudo-woodo? Boyo. Pseudo-woodo zit gewoon in Pokémon Galaxy confirmed. Ja, of Pokémon Gen 2. Legends confirmed. Mario. Legends Mario. Kom hier omheen. Hier in de Duckstad. Auto's, lasers, vliegmachines. Jongens, het is wat. Dappere helden. Staan je te velden. Is je dat ook? Nee. Ja. Nou, maar in Duckstad doen ze dat dus. Ze zijn van die leukjes in Duckstad. Ja. In Duckstad. Oeh. Oh, nu heb ik zijn hand gesloopt. Ja, dat is ook goed hoor. Dat kan ik op zich ook op mijn leven, maar... Op zich had ik liever hem helemaal geslopen. Oh, nu sloop ik rotsen. Oh. En die wil niet slopen, hè? Nou, die sloopt hij zelf wel. Kijk, booming. Oh, nu gaat die hand ook weer terug. Ja, ik snap nu wel waarom ik hier bij de Die Hard Galaxy zoveel moeite mee had. Omdat je gewoon ook steeds zit met... Die handen zijn vooral ook gewoon heel erg vervelend. En hierna moet ik nog een stage, bedenk ik me net. Want dit is de tweede. Kut! Oh, geen kut. Nee, er zijn maar twee stages. Hè? Echt? Ja. Oké, okay, dat scheelt weer. Ja, man. Ik vind het toch onhandig met die handen. Dus een konijn doet valsing speling zijn. Dat was niet intended. Punt. I going eerlijk with you, saying. Ja. Grabbing the coining. The bitcoining, zou ik haast durven zeggen. Ik heb de konijn gevenging. Kaboom. 6 minuten 44 game. Zoveel nog over? Ja, nee, dat moeten we nog. Ja, dat bedoel ik met zoveel nog over. Nee! En ik ben dood. Kutzooi. Zonde. Ja, please, laat me wel gewoon... Jij moet moeite doen om op Discord te kijken, denk ik, hè? Want ik zit zo in mijn... op één scherm heb je zo mijn Discord. En dan zie ik dat Huip een game aan het spelen is. Als jij dat zou zien, zou je overgeven. Gadverdamme, Huip. Niet Fortnite spelen. Nee, erger. Wat? Het is nog net niet zo erg als Mario 64. Mario 64 DS? Pokémon Go. Nou, dat interesseert me. Oh, nu interesseert het me niet. Normaal wordt hij altijd helemaal foxwild. Ik vind Fortnite... Ik had iets ergers verwacht dan Fortnite. Pokémon Go... is puur omdat er Pokémon in zitten, is het niet erger dan Fortnite. Oké. Okay. Maar dat is ook echt alleen omdat Pokémon erin zit. Dus, ja. Go Pokémoning. Dus dat vond ik gewoon eventjes verwarrend. Nou, meer niet. Kneading. Kneading? Ja, dat is van die nietjes. Als je dat doet, dan ben je aan het kneading. Dat heb je wel eens bij nietjes, ja.
Kabooming. Oké, okay, nog een keer. Nee, ja, ik moet hem nog een keer hoor, want nu gaat hij met die handen en daar ben ik slecht in. Ja, hij gaat nu echt zo ver uitlopen. Dat moet ook. Nee. Hoe eerder we nou Galaxy 2? Gast! Ja, maar dit, ik dacht dat ik hier kans maakte, maar... Oeps. Want jij zei, yo, ik heb deze game echt maar één keer gespeeld. Ik ben deze game? Deze game niet. Deze game heb ik niet maar één keer gespeeld. Odyssey heb ik maar één keer gespeeld. Ah, jij zei wel dat ik hier waarschijnlijk een kans zou maken. Ja, omdat ik dacht dat jij goed was in deze game, Sander. Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, lukt misschien ben je ook wel gewoon goed in deze game, Sander. Alleen ben ik gewoon beter. Dat kan ook, hè. En dat is echt niet iets om je voor te schamen. Nou, nee, ik denk niet dat het daaraan ligt. Oh, oké, okay, thanks. Nee, ik kan gewoon niet... Ik ben niet snel met Mario. Ik denk dat het gewoon vooral is. Maar ik kan best de game spelen, maar ik ben niet per se snel. Snelling. Kijk, want wat het bij mij altijd is... Ik doe nu rustig aan, omdat ik weet als ik niet rustig aan doe, dan ga ik gewoon fouten maken. En dat willen we niet. En dat maak ik al genoeg. At the moment. Godver. Dat bedoel ik. Nee, maar dat is het vooral. Ik... Ja. Wat fout gaat bij mij, denk ik. Ik kan niet snel Mario spelen. Geef niks aan, Mark. Jawel, want dit is een we race. Hebben gewoon lol. Dit is een race, gast. Dus dat geeft wel... ik weet niet of je het door had, maar dit is dus zo'n race. Zo'n versus racing. Kan gebeuren, Xandering. Ik sta op een appel, kaboom. Nog één hit, dan is hij klaar. Ik loop op een worm. Miauw. Hey, nice. Ah, ik moet straks tegen de grote boze mol vechting. Ja. Die is niet moeilijk, toch? Volgens mij niet, nee. Nou, ik denk ook dat jij de meeste games wel vaker gespeeld hebt dan ik, trouwens. Die kans is aanwezig. Want zoals deze game heb ik eigenlijk ook maar één keer echt goed uitgespeeld. En dat is ook redelijk recent. Okay. Ik heb hem wel gespeeld, maar nooit echt uitgespeeld. Jij hebt alles, denk ik, recenter gespeeld dan ik. Alleen ik heb dat vaker uit. Als je... Ja, maar recentheid, dat boeit niet zoveel. Ja, je weet misschien wat je moet doen, maar mijn geheugen is daar te slecht voor. En daarvoor is het ook alweer lang geleden. Want ik heb de Switch ook alweer een jaar, hè. En ik heb gewoon deze games gespeeld toen de Switch uitkwamen. Dus... Toen jij de Switch kocht, zeg maar. Of dat bedoel ik. Die kwamen bij mij met mijn Switch. Dat is niet helemaal waar. Ik had de games veel later. Oh, ik dacht dat je de Switch later had dan de games. Nee, ik kon alleen maar Tetris 99 spelen. In het begin. Omdat, ja, ik had geen games. Zering. Mario. Oh. Hoi. Kut. Met peren. Nou. Dat is niet leuk.
voor een van de twee. Tijd is op. Misschien houdt die ene wel niet van de ander. Zo, ik heb die vuile, vieze, vuile molverslaging. Oh, dan kan ik echt helemaal geen gebruik maken van de tijd. Ik wel, want ik ben nu bezig met een... hij is boos. Oh, nu niet meer. Is hij boosing? Nee, hij is al dood. Welk level ben jij nu aan het doen dan? Een Bowser level. Oeh. Dus welke drie Bowser levels heb jij vorige aflevering? Je hebt zo'n grapper in de jessing. Oké, ik hoop dat het 30 nodig heeft. Dan heb ik in ieder geval extra levens. Ja, oké, dat is mooi. Which will it be? Doe maar de 6 levens. Want die levens boeien me niet zoveel eigenlijk in deze game. Omdat je ze toch weer vrij snel kwijtraakt. Snap ik. Transform! Leuk man. Ken je nog Transformers? Ja, ik moet vooral nodig naar de wc. Dus ik hoop dat ik snel klaar ben. Oh. Nou. Ik zal mijn best proberen te doen, Ing. Je kan het, Ing. Oh. Rustig, Sander. Probeer niet geattacked te worden. Zegt hij terwijl hij attacked wordt. Op een titaan. Nou, en toen werd hij attacked. Dan gaan we met 3 extra levens. Dit is echt zonde. Dan ga je de boss doen en heb je 30 bits betaald voor extra levens. Ben je ze alle 3 kwijt. En ook snel ook. Nou, ja. Best wel. Ik vond het ook nog best wel moeilijk trouwens, die weg hier naartoe. Oh. Met al die... Het zijn geen bullet bills, maar het zijn wel bullets voor mijn gevoel. Bulleting billings. Oh, dit zijn wel bullet billings. Oh. They fucking me up real harding right now. Oh, dat werkt gewoon. Ik dacht echt van, wow, die is echt ziek. Ja, niet. Ah! Niet raak, maar... Dat, spoiler, dat was hij wel. Hoe ver ben je, Sandra? Die was ook raak. Oké, Bowser doet niet zo van... Ah, nee, mijn schipel! Oh. En toen had hij nog een vorm. Yep. This isn't even my final form, zoals Giratina zou zeggen. Dat doen Giratina's, ja. Kut! Kan ik daar ook op komen? Ja. Oh, dat is wel... Oké, dit gaat nog wel even duren zo. Oh, hoe was dat zo schuin? Nee, Mario, hoezo loop je ook niet recht? What the fuck? Hij is niet zo'n rechtloper, ringer. Oh ja, ik kan het wel Engels. Kabooming. Oké, nog 1 keer. Oh. Huh? Dat was hem al? Ik denk het. Ja, je moet hem... Volgens mij is de tweede stage maar 2 keer raken. What the fuck? Crazy. Ik heb zo'n power trip star. Wayoing. You'll be tripping with the power ring starring. Ja, dan betekent dat denk ik dat ik de aflevering kan beëindigen, of niet? Ja, doe maar gewoon. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Nando, doe een duimpje omhoog. Jordi, doe een duimpje omhoog. Andere kijkers, jullie ook. Doei.